de geblokte vlag die komt eraan. De fotofinish die is in aanslag. De supporters die leunen niet al te ver over de nadar. En we kijken uit naar die verre bochten hier in de Kardijnlaan. Want daar moet het gaan gebeuren. Het zal misschien al gebeurd zijn. Een ontsnapping, redder of mis. Een poging, alles of niets. En dat denk ik zeker en vast aan Mathieu van Steenkisten. Die zou het verdienen. Die flyer uit Oostende. Die bezige man. Die aardig wat wattage kan duwen op die pedalen. Hij kan ze geeselen. Maar ook de spurtbaas in het gezelschap. Dylan Boussy. De motocrosser van Baleer. De succesvolle motorrijder. Die de succesvolle move maakte naar de wielersport. En ondertussen daar ook furoren maakte. En het is Boussy. Inderdaad, Dylan Boussy. Spurt weer daar voor Laurens de Meulenaar. En Mathieu van Steenkisten. Nummer 2. Nummer 2 voor Dylan Boussy. Net als in zijn motocross carrière. De snelste aan de streep. Wat een overwinning, maar wat een verdienste voor deze drie mannen die kleurden, animeerden, plezierden. Het was een streling voor het oog hier op Alterbrug. En we zijn benieuwd naar die twee achtervolgers die ook hun verdiensten en hun strepen hebben verdiend in de achtervolging. Maar net tekort kwamen. Net tekort kwamen, zoals Jasper Philipsen in die achtste rit van de Tour van Frankrijk. Lijn met aankomst in Limoges. Wie wint hier dat spurtje? Voor de vierde plaats. 106. Ik kijk op mijn papieren, maar ik weet het al. De man van het Martley Cycling Team. 106. Fouke Lambertijn. En nog twee mannen met de nummer 1 en 9. Lennart Beuze en ons peloton dat hier als een kaststro over de mits finisht. In een laatste krachtinspanning. Het siert de organisatie. Het siert het parcours met zijn 11 bochten op 4 kilometer. Dan moet je kunnen fietsen.